meteen over de accreditatie. En het is heel groot. Dit is dus in een, hoe heet het? Een sportcentrum. Dus echt super groot. En je kan zelfs zitten. Maar goed, we gaan dus accrediteren. Hopelijk lukt dit wel. Hoi, ik ben Jill Huibrecht en dit is mijn Dutch View Vlog. Goedemorgen allemaal. Hier is een beetje herrie. Oh, het is weer een nieuwe dag. Zo grappig om te zien dit. Ik loop weer in een sportzaal. Kijk. Het is een nieuwe dag. We zijn eigenlijk al heel de ochtend onderweg. Want we moesten eerst nog een kaartje halen. Dus de accreditatiekaartjes. Om te kunnen accrediteren. We moesten dus met de shuttle naar de vrachtauto. Toen weer naar de terug. Accrediteren. Hebben we nu het net gedaan, zoals je ziet. Heb ik net laten zien als allereerste. Nu gaan we Macho eten geven. En het is echt al 9 uur. Echt. Dus we gaan hem nu gauw eten geven. Ik heb nog een tasje gehad. Als een soort welkomstdingetje. Ja, sure. Yo. We zijn er hier. Tsjechië en Polen of zo. Hey Mats. Hey. We zijn aan het wandelen. En ik heb een mini graasplekje hier gevonden. Hier is gewoon ergens een sportveld hierachter. En hier is een klein beetje een soort van... Kijk, hier is alweer de weg. Maar goed, dat vindt hij helemaal geweldig, want dan kan hij even eten. Ontspant hij even lekker. Dat is wel belangrijk nu, hè Mats? Kan je wel gebruiken, een beetje ontspanning. Nou, we zijn even naar het stadion. We hebben Mats terug op stal gezet. We zijn even in het stadion gaan kijken. Hierachter is de Kiss and Cry. Kijk, super grote Kiss and Cry. Waar dus iedereen mag gaan staan tijdens de proef. Ik ga even een rondje filmen. No words needed, zeg maar. Ja. Het is heel hoog, jongens. Het is echt niet normaal. Hier ligt de ring. Helemaal rond. Dan zijn hier allemaal nog een soort van ja, belangrijke dingen. Persdingen en zo. En dan... Hier ga je naar het losrijden of naar de 10 minuten baan. En er is nog veel meer en dat zal ik jullie straks wel laten zien. Maar we gaan eerst even naar de show office. Gaan we hier ergens even tussendoor even iets vragen. Nou jongens, we zijn even aan het trainen op dag 1. We willen nu een beetje een lichte training doen. Moet je kijken hoe hoog dat stadion is. Oké. Zo, Jill komt terug van de training. Hij is al klaar, toch? Ja, hij is klaar. Kom maar. We zijn weer even bij ons wagentje. Zien jullie hem staan? Bij het Urbi, noemen ze dat hier. Want hier staan dus alle vrachtwagens van alle deelnemers geparkeerd. Echt bizar, echt een soort mega wagenpark. Echt zo'n gevoel van, doe mij die maar of zo. En ik zal heel even een rondje filmen. Alleen het is echt wel zeg maar een paar rijen dik. Maar we zijn nu dus hier afgezet met nog een groep uit Nederland. Van de groep van Arniek Poels, die hier springt. Even een jurkje uit de auto halen voor de openingsceremonie. Of zoiets, weet ik veel. Maar goed, in ieder geval, wij staan hier dus te wachten. Want die shuttle die heeft ons hier afgezet. En die zei, doei! En die gasten er weer van tussen. Dus nu moeten we wachten op een andere shuttle. Echt, hoe vreselijk gehandicapt ben je als je geen vrachtwagen hebt. Of geen auto of zo. Echt, ja, ik vind het echt zo irritant. Dus dat je heel afhankelijk bent van shuttles. Echt... Ik zal even een rondje filmen hier, want dat zeg ik wel de hele tijd. Dus je ziet het al een beetje achter me. Nou, hier staat een rij. En daarachter staat een rij. Er staan allemaal trailers daarachter. Dan heb je hier vrachtauto's. Hier vrachtauto's, daar vrachtauto's. En dan helemaal deze kant uit. Daarachter, ja, nu staat er eentje ervoor. Maar daar hebben ze allemaal zo achter elkaar... Deze twee, heel veel mensen zijn met die tweepaardswagentjes gekomen, zoals je ziet. Want
ja, net zoals wij. Dat is gewoon super chill, want dan kan je gewoon zeg maar veel harder mee dan met de grote vrachtwagen. En dan ben je natuurlijk hier veel sneller, want de grote vrachtwagen mag 80? Geen idee. Maar in ieder geval, en als je dan met de gewone auto rijdt, dan kan je 120 of zo met het tweepaarswagentje, want dat is eigenlijk gewoon een auto, hè. En daar kan je dus veel harder mee. En dan scheelt dat zoveel, hè, op zo'n grote reis. En aangezien je toch niet zeg maar in de wagen mag slapen hier, want deze wagens staan hier dus alleen maar, want wij zitten allemaal in hotels hier om het, of ja, niet hier dus, want het is echt hier ver vandaan. Allemaal zijn we daarin gestopt en dat is dan ook gratis. Dat betaalt de organisatie, dus niemand slaapt, mag hier slapen, mag hier alleen staan. Dus daarom dacht iedereen van ja, dan hoef ik mijn grote vrachtauto niet mee te nemen. Dat dachten wij natuurlijk ook. Het was of de 6-paardswagen met 3 keer pop-out of het 2-paardswagentje. Toen dachten we, nou ja, dan nemen we het 2-paardswagentje maar mee. Dus heel veel mensen hebben dus gekozen voor een 2-paardswagentje. Heel veel mensen hebben die hier rijden, die hebben de keus meestal tussen of een grote met living of een 2-paardswagentje. Dus ja, hier is één grote uitgestorven bende. En nou zitten we hier dus gewoon te wachten tot de shuttle weer terugkomt. Ik zal even mijn accreditatie bekijken met jullie. Even kijken hoor. Er is hier ook een soort dierenkliniek-achtig iets op het terrein zelfs. Echt heel... ze hebben hier best wel bijzondere dingen vergeleken met andere wedstrijden. Meer over nagedacht. Veel strenger. Echt niet normaal hoe streng ze zijn. Wat is er nog meer? Ja, we hebben een restaurant voor de ruiters. Ja, er komt nog wel wat dingen voorbij die ik jullie laat zien. Maar we gaan nu eerst gaan we terug naar de stallen. Om 4 uur komt Alexandra Barberson. Die komt aan en dat is ook een U25 aan. Die staat naast Macho. Zeg maar in de U25 tent. Wat ik gisteren heb verteld, als je nou echt helemaal niet begrijp waar ik het over heb, dan zou ik echt even de vorige video bekijken, want daar leg ik een hele hoop uit. Oh, daar is onze shuttle al. Ja. Dat was even een onderbreking, maar wat wilde ik zeggen? Dus Alexandra die komt zo aan om 4 uur. Het is nu 3:10. En die gaat dus in die stallen ten, maar Bolero, haar paard, die kan natuurlijk ook niet alleen, want Macho staat daar natuurlijk nou niet meer. En Bolero zit naast Macho in de stallentent, ingedeeld. Dus dan kunnen we Macho terugzetten. En dan staat hij naast Bolero en dan is het als het goed is. Gewoon rustig. En dan komen er vannacht, denk ik. Morgenochtend heel vroeg komen nog een heleboel mensen. En dan is de hele tent gewoon zo vol dadelijk. Ja, niet dadelijk, maar over niet al te lange tijd. Zeg maar niet te veel dagen. En dan is het gewoon goed. Maar als Macho naast Bolero staat, is het ook al goed. Dus zodra Alexandra dan aankomt, dan gaan wij Macho ook weer verplaatsen. Er wordt weer een volksverhuizing met al onze spullen die hier dus niet mogen blijven in de wagen. Hier komen echt non-stop mensen aan met die shuttle. Daar hebben ze echt niet over nagedacht hoor. Want je hele leven zit gewoon in de wagen, weet je wel. Je hebt allemaal standaard dingetjes die er gewoon in liggen. En dat zal in zo'n grote vrachtwagen echt nog wel 10 keer erger zijn. Dus iedereen die hoeft hier alleen maar even iets te pakken en dan weer terug. Dus die mensen zijn heel echt super nutteloos heen en weer aan het rijden. Net zoals wat ze voor ons, we zijn hier ook al 2 keer geweest om iets op te halen. Dus ja, dan weten jullie in ieder geval wat we nog gaan doen zo. Oké, jongens, ik zit weer. Dit zijn heftige dagen. Really? Ik zei het niet zo snel hierover, maar dit is best wel heftig. Oké, ik zal jullie even update, status update geven. Ik zal even opstaan. We zijn terug in de andere stal. Want we zijn verhuisd dus. Ik stond nu gisteren bij de springers. Daar heeft Martje vannacht gestaan. Nu is Alexandra aangekomen. Maar daar staat hij. Het Spaanse meisje die ook bij Ankie traint. Nu komt Martje dus terug. Want anders zou Alexandra ook alleen staan hier. En daar kan dat paard natuurlijk ook helemaal niet tegen. Dus ik dacht, nou, dan zet ik Martje weer terug. Die staan nu echt direct naast elkaar, zeg maar. Dus die kunnen ook eroverheen kijken. Die staan heel gezellig met elkaar te neuzen. We hebben hier ook een techbox. Want kijk, hier staat dus alleen mijn stoeltje. En nou, Albert Heijntas. Geen sponsor, hè? Geen sponsor. En Martje staat hier. Ik zal hem even snel laten zien. Kijk. Hij staat een beetje te slapen. Een beetje heel erg. En hier staat Bolero. En dat is ook een bruin paardje.
En die staat niet te slapen, want die heeft honger. En hier hebben we dus... Ik zal even omheen filmen. Hier is het helemaal leeg nog. Dat was ook het probleem. En hier staan allemaal Zweden. Dan hebben we hier nog een tagbox. Zweden. Hier staat Geert Hofland. Hier staat Carlijn Hubert. Dat is het broertje van Macho. Die staat naast Macho. Hier staat onze tagbox. Hier even mijn nummer even blurren. En hier liggen al onze spullen. Dat heb je, zeg maar, op sommige wedstrijden krijg je die. Want anders kan je deze ook huren. Dat kan gewoon altijd. Maar dan betaal je dus gewoon de prijs van een paard voor een week. Want dan huur je, zeg maar, die stal af. Nou, en hier is de tagbox van Alexandra. Dus dat is mooi tegenover ons. En hij is wel lekker rustig eigenlijk. Hè, Mats? Ben je lekker rustig? Slaapje doen? We gaan zo wandelen, want Alexandra gaat ook wandelen. En dan moeten we natuurlijk afspreken. Want anders dan gaat er eentje loco. Hallo. Ik zie, jij vindt het ook gezellig. Even buiten de tent ook filmen. Nou, ik loop nu dus... Dit is onze tent. Echt een mini tentje. Dan loop je hier zo eruit. En dan zijn hier de wasplaatsen. En... Ja, dat is eigenlijk wel heel fijn. Lekker schoon. Die worden ook echt schoon gehouden. Normaal ligt echt de stront tot hier, zeg maar, na één dag. Daar helemaal in de verte zie je de lampjes van het hoofdstadion. Dat is echt ver. Hier is een soort voetbalveld, maar daar wordt niks mee gedaan. Hier is de vetcheck. Dan moeten we woensdag moeten we daar gaan rennen hier. Kijk, horse inspection. Dat is dit stuk. Hier is een indoor training voor de dressuur. De springers zijn trouwens helemaal aan de andere kant. Daar stond ik dus. Hier is alles van dressuur. Nou, hier staat Alexander's wagentje geparkeerd. En hier is nog... daar zijn de stallententen van de EK-ruiters van de senioren allemaal. En dan heb je hier een heel mooi baantje. Hier mag je dus trainen. Bijna altijd. Ja, en het is echt super groot. Hier en daarachter heb je een pretpark. We zitten dus echt midden in de stad, dat heb ik al verteld. Dus daar zijn allemaal hotels en daar is ook een pretpark. Dat zie je nu niet. Maar daar kan ik nog wel een keer... Oh ja, daar heb ik al wel een keer gefilmd trouwens. Zie je dit trouwens? Ze zitten echt helemaal tot boven. Zitten ze helemaal vol. Zie je dat? Wauw. Why? Ik ben ook echt zo'n loner. Zoals je ziet, zeg maar. Die liever bij zijn paard is dan op... een feestje aan het bouwen is of zo. Misschien moet ik daar een keer iets van doen. Oh, wauw. Oké. Ze gaan loesoe. Ik ga met Macho stappen, want dat had ik afgesproken, dat zei ik net. Hè? En Alexander gaat nu stappen, dus dan gaan wij ook maar stappen. Hè? Ja. Anders blijft hij alleen achter. Dat is heel zielig, hoor. Zo. We zijn aan het stappen. En Macho moet achteraan, want Bolero wil nog harder. Die wil nog iemand sneller dan Macho. Zien jullie dat ze fashion twins zijn? Alleen Macho heeft hem in het zwart en Bolero in het wit. Zijn halster. Oh, Macho wilde heel graag voorbij. Maar jij gaat gewoon luisteren. Jawel. Nou, jongens en meisjes. Dit was me weer een dag. Ik hoop echt dat morgen, zeg maar, vanaf het begin, 's ochtends, gewoon wat makkelijker gaat. Het is echt niet relaxed om je paard te moeten verhuizen. En echt gewoon ver op. Al die spullen. Man, ben helemaal kapot. Nou, het staat in ieder geval. Kijk, hebben jullie al gezien. Hij heeft zijn recaptekst van Bukas op. Ik wil graag dat hij mooi ontspant. En dan kan hij mooi dat therapiedeken. Kan mooi zijn werk doen, zodat we morgen weer kunnen trainen. Maar je gaat nog even naar buiten loeren. Hier ligt zijn hooi. En Bolero staat hier ook al een beetje te slapen. Dus ik ga nou afsluiten, want wij gaan naar het hotel. Het is nog niet super laat. Volgens mij 8:30, 9:15 of zo. Maar dan kunnen we even vroeg slapen of op tijd slapen. Douchen, dat is ook nodig. Ja, dat is nodig allemaal. En dan kunnen we mooi morgen met een frisse start beginnen. Ik bedank jullie heel graag voor het kijken naar dag 2 van deze week in Zweden. Ik hoop dat jullie het een leuke video vonden. Geef dan zeker een blauw duimpje omhoog. Vergeet je ook niet te abonneren, dat kan hier. En als je nog een andere video van mij wil bekijken, dan kan dat aan deze kant. En dan zie ik jullie heel graag
de volgende dag weer. Doei doei. Dat was hem. Tot de volgende keer. Vergeet je niet hieronder te abonneren.